De media heeft haar kritische distantie ten opzichte van de westerse machten verloren. Zij is massaal anti-Russisch en pro-Oekraïns. Ze selecteert, kleurt en manipuleert de werkelijkheid en wordt steeds meer tot oorlogslegitimerend propaganda-instrument. Welke ideologische misvattingen en structuren spelen een rol? Wat ging er fout bij de critici en wat ging er fout bij de links-progressieve kritische beweging? Professor Cees Hamelink, hij was journalist en hoogleraar internationale communicatie aan de UvA. Hij gaf mediastudies, religie en cultuur aan de Vrije Universiteit. Hartelijk welkom bij Alternatief TV. Dankjewel. Wij vragen door waar de mainstream media zwijgen. Ik ben Ab Gietelink en mijn gast vandaag is Cees Hamelink. Hartelijk welkom, Cees. Dank je zeer. Voor de tweede keer bij Alternatief. Ja. En wij hebben ook daarvoor een keer een interview over media en corona gehad bij Weltschmerz. We beginnen traditioneel even twee boeken om jou te introduceren. En het eerste boek heet Regeert de Leugen. Ja. Dat is gemaakt naar aanleiding van mijn bijdrage aan het VARA-programma De Leugen Regeert, Felix Meurders. Ja. Waarin ik een jaar lang mocht commentaar geven op de leugens in de media. En dat boekje heb ik geschreven naar aanleiding van dat jaar bijdrage aan dat programma. En ik heb het genoemd medeplichtigheid aan leugen en bedrog. Omdat ik in het boekje zeg, het grote probleem is niet zozeer dat journalisten voortdurend liegen. Dat gebeurt ook wel. Dat ze wel bewust een verhaal vertekenen en daar ook nog de Pulitzerprijs voor krijgen. maar meestal is het zo dat zij zonder kritiek medeplichtig zijn aan de leugens van de professionele leugenaars. En de professionele leugenaars, dat zijn de politici, dat zijn de PR-mensen, dat zijn de spindokters, die dat vaak heel bekwaam doen. Ik heb daar groot ontzag voor de manier waarop ze dat precies weten te manipuleren. Ja. Maar vervolgens zou je natuurlijk van de journalistiek mogen verwachten dat ze zeggen, maar klopt het wel? Waar komt het verhaal eigenlijk vandaan? En dat gebeurt veel te weinig. En dat heb ik met een heleboel voorbeelden van bijvoorbeeld de Irak-oorlog. Heb je het gevoel dat dat steeds minder gebeurt in de afgelopen decennia of niet? Je loopt daar heel lang mee. Nee, ik denk wel dat, zeg maar, dat vermogen om echt heel kritisch te zijn, fundamenteel kritisch te zijn. Ja. En ook te zien dat er achter de gebeurtenissen in de wereld niet zozeer een samenzwering zit, maar wel een systeem. Ja. Noem het wat je wilt. Communisme, kapitalisme, geef het een naam. Ja. Maar die dingen komen niet zomaar uit de lucht vallen die hier gebeuren. En ik vind dat daar fundamenteel over nagedacht moet worden. En kritiek op worden gegeven. Ik stoor me er dus aan dat in de klimaatdiscussie, die eigenlijk over een roofzuchtig kapitalisme moet gaan, mensen praten over, zal ik nog een zonnepaneeltje op mijn dak? Ja. Oké, maar we gaan het hebben over het Oekraïne-narratief. Tweede boek is Media in Conflict, Escalating Evil. Ja, dat boek gaat over de vraag hoe de media bijdragen aan het escaleren van het kwaad. En vooral in conflicten, hoe de media vaak belangrijke factoren zijn in het laten escaleren van een conflict tot zelfs genocidale proporties. Dat was bijvoorbeeld in de Rwanda-situatie heel erg duidelijk. Dat daar het radiotelevisiestation Milcolin een rol heeft gespeeld. 1994. 1,5 miljoen mensen of zo. Ja. Om duidelijk, ja, misschien zelfs wel meer. Ja. Maar in ieder geval mensen dag in dag uit duidelijk te maken dat de andere partij, de Tutsis in dit geval, dat die het verdienden om geëlimineerd te worden. Ja. Zie je dat nu ook in de westerse media ten opzichte van de Russen, met name Poetin. Ja, hij is natuurlijk de vertegenwoordiger, de representant van het grote kwaad. Ze noemen hem nog net niet Satan. Want dan lijkt het, die richting gaat het een beetje uit. En dat speelt natuurlijk al een poosje heen, dat je ongetwijfeld George W. Bush en zijn Axis of Evil. Ja. En dat idee van evil. En evil zijn natuurlijk altijd de anderen. Ja. Dat speelt in de medialogica ook nu weer in dit conflict. Maar is dat is eigenlijk de reconstructie van een vijandsbeeld. Ja. Je reconstrueert een vijandsbeeld. In dit conflict is dat eigenlijk de persoon, het gezicht van meneer Poetin. Ja. En dat wordt ook eigenlijk heel simpel. Het Russische probleem, de 144 miljoen mensen, het hele wereldprobleem wordt gereduceerd tot het psychologisch mankement van die ene meneer. Maar dat hebben we natuurlijk steeds gedaan. Dat deden we ook. Dat deden we met Gaddafi, dat deden we met Saddam Hussein, dat deden we met Milosevic. Ja. En het lijkt wel alsof we elke dag een nieuwe vijand nodig hebben. Ja. Ik zeg wel eens, wie is de vijand van de week?
Ja. Dan bedenken we weer wat anders. Ja, ja, daar kunnen we dan al onze boosheid en kwaadheid en onze morele verontwaardiging op projecteren. Ja. In het voorgesprek bracht jij het begrip in embeddedness. Ja. Hoe zie je dat? Daarmee bedoel ik dat we bijna allemaal, dat geldt niet alleen maar voor journalisten, dat geldt ook voor wetenschappers, vastzitten in een bepaald raamwerk, wat door anderen voor ons wordt bepaald. Ja. De economie speelt daar een belangrijke rol. Je moet publiceren in bepaalde tijdschriften. Ja. Je moet geld zien te werven voor je onderzoek. En dat betekent langzamerhand dat je embedded wordt in een structuur, in de wetenschap in dit geval, waarin fondsen en projecten belangrijk zijn. Maar dat geldt ook voor de journalistiek. En ik bedoel dat begrip embedded niet alleen maar in de hele concrete zin, zoals dat nu, zeg maar, na de Vietnamoorlog is embedded eigenlijk begonnen. De Vietnamoorlog was een ramp voor de militairen, omdat die journalisten zo vrij waren in die oorlog, dat ze echt alles konden uitvinden en overal zelf het initiatief namen om naartoe te gaan. Ja. En na de oorlog heeft het Pentagon besloten dat nooit meer. Als we weer een oorlog gaan voeren, en Amerika voert voortdurend oorlog, al noemen we dat de 100-jarige oorlog, ja. Ze doen niet anders. Maar als we weer een oorlog voeren, dan gaan we ervoor zorgen dat journalisten niet meer op eigen houtje kunnen zien wat er gebeurt. Dus dan gaan we ze embedden. Ja. Dan word je onderdeel van een patrouille en dan mag je met de jongens en meisjes van het leger mee. En die laten je dan zien wat je mag zien. Met vaak desastreuze gevolgen. Als ik even een klein voorbeeld daarvan mag geven. Een goede vriendin die correspondent is voor The Guardian ging mee met de Britse militairen tijdens die vreemde Falklandoorlog. Ja. Die vertelt veel later. In 1982. Die vertelt veel later dat de patrouille stuit op een groep Argentijnen. Die meteen de handen omhoog steken en de wapens laten vallen. En ter plekke standrechtelijk worden geëxecuteerd. Jezus. En ik heb haar gevraagd, waarom heb je daar pas veel, veel later over? Waarom heb je dat niet opgeschreven? Ze zei, ik kon het niet. Want we waren buddies. Ik was embedded met die groep. We hadden al van alles meegemaakt. Je wordt vrienden. En je verraadt je vrienden niet. En dat vind ik het grote gevaar van die embeddedness. Ja. Maar ik vind het heel goed om meteen vast te stellen. Die embeddedness is een veel ruimer verschijnsel. We zitten allemaal tot op zekere hoogte embedded in onze vooroordelen. Ja, maar nog even terug op het begrip embedded in die klassieke zin. Wat nu opvalt in het Oekraïne-narratief, is dat alle mainstream journalisten die aanwezig zijn, staan aan de Oekraïnse kant. Ja. Voor zover ze meegaan met de militairen, staan aan de Oekraïnse kant. Ja. Dus ze zijn überhaupt niet op de hoogte van wat de andere kant zegt. Nee. Ik weet dat er een paar journalisten zijn aan de andere kant, westerse, dat zijn overigens met name ook Chinezen en Arabische, die zitten aan de Russische kant. Ik heb zelfs een interview onder andere gedaan met Sonja van der Ende, die daar zit en 9 keer in de betwiste gebieden is ze geweest. Ja, je krijgt een volledig ander beeld natuurlijk. Ja, ja. En je merkt ook dat ze daar heel anders over praten. Ja. Maar dat krijg je natuurlijk eigenlijk in alle oorlog. Hè? De fameuze Chinese generaal Tzu zegt 400 jaar voor onze jaartelling. We moeten goed begrijpen dat in een oorlog alle partijen liegen. En als je nou even denkt in dat conflict tussen Rusland en Oekraïne, je stelt je even voor dat de Russen liegen en de Russische inlichtingendiensten liegen en de Oekraïnse regering liegt, Zelensky liegt, de voorzitter van de Europese Commissie liegt, de president van de Verenigde Staten liegt. Dat ze allemaal liegen en dat je als journalist eigenlijk geen mogelijkheid hebt om er zo dichtbij te komen dat je zelf kunt zien wat er gebeurt. Ja. Ja, wat moet je dan nog als arme mediaconsument? Nou ja, maar er zijn een aantal dingen waar ik ook wel met verbijstering naar kijk. Ja. Ik noem maar eens het beschieten van die Zaporizhia-kerncentrale. Ja. Nou, die kerncentrale is al, wat je er ook van mag vinden, vanaf het begin van de oorlog onder controle van de Russen. Als iemand dat beschiet, is duidelijk wie dat doet. Namelijk de Oekraïners. Ja. Dan wordt er gezegd, dat kunnen we niet natrekken. Nee. De Oekraïners beschuldigen de Russen. Ja. Dat zou mogelijk het geval kunnen zijn. Maar dan moet je dus bedenken, als je logisch nadenkt, dat de Russen dan hun eigen kerncentrale gaan lopen beschieten. Ja, precies. Wat levensgevaarlijk is. Ja, ja. En ook natuurlijk schadelijk is. Ja. Dat zijn allemaal dus hele onlogische situaties. Ja. Hetzelfde verhaal speelt een beetje, ik weet niet wat je daarover dacht toen je dat hoorde, over die pijplijnen in de Oostzee. Ja. En daarvan vond ik het merkwaardige dat ik hoorde een journalist zeggen, kijk, wie heeft aangekondigd om die pijpleiding op te blazen? De Verenigde Staten.
Wie heeft de beste mogelijkheden om die pijplijn op te blazen? De Verenigde Staten. Wie was in de buurt om die pijplijn op te blazen? De Verenigde Staten. Dus wie heeft de pijplijn opgeblazen? Poetin. Je komt in dat soort vreemde redeneringen terecht. Die volstrekt onlogisch zijn. En die je moeizaam in een bepaald kader kunt krijgen. Maar dat speelt natuurlijk voortdurend. En dat speelt nu wel heel duidelijk ook in dit conflict. Hè. En als er dan een rapport wordt geschreven met een beetje kritiek op wat Oekraïners doen, het Amnesty International rapport, ja, dan ontstaat daar meteen een geweldige commotie over en dan wordt het rapport zo snel mogelijk onder het tafelkleed geschoven, want dat willen we niet horen. En als Follow the Money even aangeeft in het kader van hun Panama Papers, dat die Zelensky ook een ordinaire oligarch is die veel te veel geld heeft verzameld wat op buitenlandse rekeningen illegaal staat, dan verdwijnt dat ogenblikkelijk weer uit het verhaal. Want dat, ja, dat is toch de held van het hele verhaal. De celebrity, de mediaberoemdheid. Dus daar komen we niet aan. Ja. En dat geeft een zo vertekend beeld van, nou ja, als je kijkt naar hoe dat hele narratief is ontstaan van wat er gebeurt, dat is zo'n simplificatie van de werkelijkheid. Ja, dat is ook iets wat ik heel moeilijk bijna vind te begrijpen. Ik kan me nog wel voorstellen dat mensen zeggen, ja, meneer Zelensky, die vertegenwoordigt het Oekraïense volk en zijn arm volk, dat is aangevallen. Maar wat ik niet zo goed begrijp, is waarom mensen, laten we zeggen, politieke leiders graag met hem op de foto willen. Ja. Graag zijn vriend willen zijn. Ja. Daar aankomen. Ja. Zich helemaal. Ja, de man heeft heel veel bloed aan de handen. Kan je zeggen, meneer Van Poetin ook. Maar hele bloedige oorlog. Ja. En ik begrijp niet dat je die bloedige handen allemaal wil schudden. En zeggen, daar wil ik me mee associëren. Ja. Dat is toch heel erg raar eigenlijk. Ja, nee, maar we hebben een morele keuze gemaakt voor de partij die deugt. Kijk, het grote probleem in bijna elk conflict en ook in de medialogica rondom een conflict. We praten ook over de manier waarop de media met zo'n conflict omgaan. Ja, ja. Klassiek in de conventionele oorlogsjournalistiek is altijd dat er maar twee partijen zijn. En die twee partijen staan tegenover elkaar. Dat zijn de onzen en de hunnen, om het zo maar te zeggen. Ja. En de onzen deugen, vaak buiten proportie. Daar willen we ook geen kwaad over horen. Zijn de good guys. De good guys in de bad guys. Het is een ouderwets wereldbeeld. De manichaïsten, de stroming in het vroege christendom, die hadden ook daar een mooi beeld van. Hè. Er is een rijk van het goede en een rijk van het kwade. Ja. En het kwade is ook absoluut kwaad. Niet zomaar een beetje kwaad, maar die deugt echt van geen kant. Daar valt niks goeds over te bedenken. Nee. En die goeden die zijn buitengewoon goed. Hè. En die moeten we vooral steunen met elkaar. En dat hebben we dus ook van het begin af aan gedaan. Met allerlei wonderlijke middelen. Zoals sancties die over de West-Europese burgers troffen dan de Russen. Ja. En wapens zenden en dan tegelijkertijd roepen, maar we zijn geen deel van de oorlog. Dat is een deel van het narratief om te zeggen, wij moeten natuurlijk dat aangevallen land moeten we verdedigen tegenover de Satan, het grote kwaad. En daarom zenden we ze wapens, maar we nemen niet deel aan de oorlog. We zijn maar geen deel is aan. Is het ook niet zo dat mensen het voortdurend hebben, hè, alles wordt gereduceerd met meneer Poetin. Ja. Hè, Poetin dit en Poetin dat. Dat ze eigenlijk niet over de Russen willen praten. Want op het moment dat je over de Russen praat, ja, dan moet je zeggen, ja, daar wonen 144 miljoen mensen. Ja, dat zijn ook gewoon ook wetenschappers, denkers, politici, journalisten. Ja. En het is allemaal helemaal niet anders dan zij. Ja. Zij hebben alleen een ander perspectief op de werkelijkheid dan hier. Ja. Dat is het probleem. En dat lijken we niet goed te kunnen. Nee. We schijnen niet een werkelijkheid te kunnen zien waar je heel erg verschillend tegenaan kan kijken. Ja. En dat misschien de kern is van het probleem. Ja. Ik denk dat de kern van het probleem is dat wij vasthouden aan een heel fundamenteel geloof in het Westen, waarmee we allemaal geïnfecteerd zijn. Hmm. En dat geloof noem ik het anticommunisme. Ja. Je kunt zeggen het communisme speelt geen rol meer, maar het anticommunisme is nog levend. Als maar kan. Maar je kan toch niet zeggen dat de Russen nog steeds het communisme vertegenwoordigen? Nou, dat moet je inderdaad niet zeggen. Maar dat kun je wel zeggen natuurlijk. En dat speelt nog steeds een hele grote. Ik ben ervan overtuigd. Ik bedoel, bij China kan je dat nog een beetje zeggen. Maar bij Poetin. Nee, kan je dat lang gewoon een klets en toch denk ik dat gevaar van het communisme, het rode gevaar. Ja.
Dat zit zo diep in onze hersens gestand in het Westen. Vanaf 1918, toen 30.000 Amerikanen hebben geprobeerd om de bolsjewistische staat te ontmantelen en tegen te houden, is dat nooit anders geweest. En de Amerikanen, die hebben ook altijd al die oorlogen en al die invallen, hebben ze eigenlijk altijd gelegitimeerd met het feit dat het ging tegen de communisten. En die kregen dan verschillende namen, dan werden ze terrorist genoemd, maar het ging tenslotte eigenlijk allemaal tegen het communisme. En ik denk dat dat nog steeds als een zo groot gevaar wordt gezien. En dat Rusland al lang, de Sovjet-Unie is al lang ontmanteld. Het Warschau-pact is al lang ontmanteld. Maar dat betekent niet dat de Koude Oorlog is opgehouden. De Verenigde Staten gaan op een wonderlijke manier vanuit hun imperialistische denkraam gewoon door met de Koude Oorlog. Die wordt gewoon nog zeer actief gevoerd. Ja. En in het kader van die Koude Oorlog is het natuurlijk ons tegenover hen. Ja. En dan, ja, dan zoek je daar een representant van het kwaad. Want dat is altijd gemakkelijk. Maar je gaat natuurlijk niet, zeg maar, ook druk maken over die miljoenen Russen die daar ook wonen. En wat merkwaardig is dat ook op het terrein van de wetenschap zie ik dat sommige wetenschappelijke organisaties hebben besloten om geen banden meer te willen hebben met hun Russische collega's. Het Russische instituut, dat is volstrekt absurd. Maar ik vind het ook absurd. Ik kom, zoals je weet, uit de cultuurwereld. En dan zijn er mensen die zeggen, nee, Tchaikovsky, dat gaan we niet meer doen. We gaan de Hermitage, waar allemaal Russische schatten staan. Nee, dat gaan we niet meer vertonen. Sporten, voetballen. Nee, met Russen, daar voetballen we niet meer. Ja, maar dan zie je dus hoe diep dat zit. Het is gewoon zo absurd. Ja, is het. En wat dus het probleem is rondom de media, wat ik ook in Media een Conflict, dat boekje heb beschreven, is dat op het moment dat de media daaraan meedoen, dan wordt voor gewone Hollanders, Belgen, Fransen, wat dan ook, het eigenlijk niet mogelijk om daar nog een eigen opinie over te hebben. Want als je dag en dag uit hoort dat de Russen een grove misdaad hebben begaan, er wordt niet bij verteld dat diezelfde misdaad al vele malen door de Verenigde Staten is begaan. En door mede ons, want wij altijd mede Europeanen, met name de Britten, Fransen, Hollanders. Hè? En dan staat er dus in NRC Handelsblad een stuk van iemand die zich historicus noemt en Oost-Europa kennen, journalist. En dat stuk begint dan, wij kunnen niet nuanceren. Laten we duidelijk zijn over één ding. Rusland is de enige partij die de schuld heeft. Ja. Dan denk ik, waar ben jij de afgelopen 40 jaar geweest? Ja. Onder wat voor wonderlijke rots heb je gewoond al die jaren? Ja. Heb je niet gezien wat er allemaal gebeurde in de aanloop naar die oorlog? Maar dat is weer terug naar de media. Deel van de... Nee, dat is één van de elementen is... Men wil het niet hebben over de geschiedenis. Nee. Dus we hebben het niet over 1990, over de NATO-expansie, over 2014, over de Maidan. Ja. We hebben het niet over de Koude Oorlog, die eigenlijk nooit opgehouden is. Daar willen we het over. We willen het ook eigenlijk maar liever niet hebben over de tientallen miljoenen doden in de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Nee. Dat weten we ergens wel, maar daar willen we het maar niet even over hebben. Even... Poetin is binnengevallen, sla hem eruit, klaar. Ja, maar we willen dus niet begrijpen dat, kijk, wat ik... wat Poetin is gelopen in een geweldige val. Ja. Die al 40 jaar voor hem opgezet is door de neoconservatieven in de Verenigde Staten. Omdat ze Rusland wilden insluiten en uitschakelen. Ja. En daarvoor was nodig, zoals Robert Kagan, een van de initiatoren van die neoconservatieve beweging. Een paar jaar geleden schreef, daarvoor is helaas een oorlog om Oekraïne nodig. Dus die oorlog kwam natuurlijk... Die kondigde dat gewoon aan. Ongeveer. Ja, 2000, ja. Dus als je een beetje had geïnteresseerd, zeg maar, voor wat er in de wereld gebeurt. En je had een beetje gelezen. Je had wat gelezen rondom die beweging van Donald Rumsfeld en Dick Cheney en Paul Wolfowitz. Dan wist je dat dat tot de plannen behoorde. En dat Robert Kagan schrijft, helaas... We moeten liberaliseren in Oekraïne, want dat zal de sleutel zijn tot de Amerikaanse macht in de wereld, de hegemonie in de wereld. Dat zal de sleutel zijn om Rusland ten val te brengen. En daar zal een slag om Oekraïne en de battle for Ukraine zal nodig zijn. Dus dat kwam ook niet, het wordt in de media ook vaak gedaan, alsof het ineens uit de blauwe hemel naar beneden kwam vallen. Ineens renden de Russen Oekraïne binnen. Nee, daar gaat nog altijd een en ander aan vooraf. En er gaan ook aankondigingen vooraf van Amerikaanse conservatieven die zeggen, nee, dat is helaas niet anders. We zullen daar oorlog moeten voeren. Ja.
En dus als je dat gebrek, en dat is natuurlijk wel, vind ik wel, kenmerkend voor veel van de hedendaagse journalistiek, met grote uitzonderingen, zoals de toppers in de wereld, zoals John Pilger en zo. Maar als je kijkt naar de dagelijkse... John Pilger, nog even voor het publiek, is een bekende Australische journalist. Was er in de tijd van Vietnam al bij. Ja. En was er ook weer bij in Irak en in Afghanistan. Is er steeds bij geweest. En is ook een van de grote verdedigers van Julian Assange. Ja. Waar trouwens ook in de Nederlandse media bitter weinig over wordt geschreven. Ja. Wat ik ook een fors schandaal vind. Ja. Maar ja, dat gebrek aan historische kennis. Ik kom zelf nog een beetje uit een tijd van de journalistiek van de 60e jaren. Waarin heel veel journalisten hun geschiedenisboekjes goed hadden bestudeerd. En het wel in een context konden plaatsen. Als maar wat is er ook niet steeds een van de problemen dat er wel een zekere, bij een aantal mensen wel een zekere historische kennis is, maar dat die op een bepaalde manier wordt geïnterpreteerd. Ja. Als ik luister naar meneer Rutte hemzelf, die schijnt ooit geschiedenis gestudeerd te hebben. Ja. Die zegt gewoon, kom aan de goede kant van de geschiedenis. Ja. En dan voel je dat die de Tweede Wereldoorlog, als we nu Poetin niet stoppen, dan verovert hij Oekraïne, dan komt Polen, dan komt Duitsland en dan staat hij hier voor de deur. Zo wordt er gepraat. Ja. Dat allemaal heel volledig paranoia is, daar hebben we het eigenlijk gewoon niet over. Nee, wat mij trouwens in die hele redenering voortdurend heeft opgevallen, is dat mensen er verbaasd over waren, journalisten er verbaasd over waren en ook politici, dat het Rusland niet lukte om binnen 2 dagen dat Oekraïne onder de voet te lopen. Maar iemand die zich wat had geïnteresseerd voor de staat van de Russische strijdkrachten, wist al lang. En Rusland is ook nooit, ook niet tijdens de Koude Oorlog, de dreiging geweest die ervan gemaakt is. Nee, natuurlijk niet. Ja, ze zouden in een uiterst geval een nucleaire bom kunnen gooien. Nee, maar de capaciteit van het leger, het was voor mij ook geen verbazing dat ze dat heel veel moeite kostte. Omdat in Oekraïne en nog steeds... Nee, maar goed, zij dachten met 100.000 man, met 30.000 man van Donetsk en Lugansk, in een hele korte actie de Oekraïne tot compromis te kunnen dwingen. Maar dat is mislukt. Ja, maar met slecht opgeleide soldaten, met slechte strategieën, met slecht wapentuig. De wapentuig is natuurlijk wel geavanceerd langzamerhand geworden met al die raketten. Ja, maar niet te vergelijken met wat de Oekraïners binnen de kortste keren van ons kregen. Ja. En dat is wel een zeer ongelijk. Ja, maar nu komen er 300.000 goed opgeleide professionals die komen. Dus de critici zeggen wel dat als je nu doorgaat, dat de oorlog verder escaleert. Ja, dat zou kunnen. Maar dat is ook allemaal weer gevoed door het idee dat het een oorlog is die alleen maar op het slagveld kan winnen. En dat vind ik ook weer een van de tekortkomingen van de manier waarop de media ermee omgaan. Media zien 2 partijen, die zijn in conflict met elkaar. 1 moet winnen, 1 moet verliezen. Het is een economische term, een zero-sum game. Hè? Als 1 wint, dan verliest de ander. Ja. Conflict is natuurlijk altijd wel ingewikkelder. En bovendien spelen tijdens een conflict ook altijd pogingen om toch tot een vorm van onderhandeling en vrede te komen. Ik lees nergens over welke geheime diplomatie. Die zijn natuurlijk ook geheim. Maar als je een goede journalist bent, dan weet je juist geheimen. Zeg maar te doorgronden. Er wordt natuurlijk onderhandeld tussen de Russen en de Oekraïners. Er is altijd onderhandeld in de wereldgeschiedenis tussen partijen. Ja, maar wordt niet gesproken. Formeel in ieder geval. Nee, dat nooit formeel. Dat gebeurt ergens in de ambassade in Zwitserland. Ja. Wordt met elkaar gepraat. Maar er zijn altijd initiatieven om tot een vergelijk te komen gaande. Ja. En als je die volledig wegstuft, als het ware, je delete ze gewoon van je rapporteren over de werkelijkheid, dan krijg je een zeer vertekend beeld en dan kun je inderdaad alleen maar geloven dat dit, zoals mevrouw von der Leyen, die buitengewoon oorlogzuchtig is, voortdurend zegt, dit moet op het oorlogsveld, het oorlogsterrein gewonnen worden. Ja. Even het debat. Ja. Er mankeert volledig een debat in de mainstream media. We hebben geen debat. Nee. Er is helemaal geen uitwisseling van meningen. Ze hebben allemaal gewoon dezelfde mening. Ja. En komt dat ook niet omdat critici, zoals jij zelf, eigenlijk gewoon niet binnenkomen. Ja. En hoe werkt dat dan? Misschien zou je dat ook het publiek moeten uitleggen, hoe dat bij de grote kranten werkt en bij de tv-programma's werkt. Ja. Waarom zit jij of andere critici niet aan tafel? Nou ja, er is een soort van box, cardbox, zeg je dan in het Engels. Ja. Een kaartenbak, waarin de namen zitten van degene die je moet vragen.
En die worden dus ook steeds gevraagd. Ooit zaten in die kaartenbak veel meer mensen. Ik heb zelf ook jarenlang in zo'n kaartenbak gezeten. Dus als er wat in de wereld gebeurde rondom de media, dan wist met het oog op morgen of Barend en Van Dorp, die wist hier te vinden. Ja. Om daar commentaar op te geven. En dan op een gegeven moment ontstaat er een beweging waarbij een aantal mensen gewoon uit de kaartenbak vallen. Omdat ze te kritisch zijn geweest of omdat ze optraden bij alternatieve media. Dat wordt ook vaak gezien als geweldig in je nadeel. Hè? Eenmaal een interview bij Café Weltschmerz en dan kun je op één wel vergeten. Er spelen allerlei mechanismen. En ik heb dat dus nu een paar maal meegemaakt, dat ik werd uitgenodigd voor een programma. Kritisch over de media en dat dan tenslotte toch de hoofdredactie besluit na enig nadenken dat dat niet verstandig is voor het programma. En het ging over het Oekraïne-narratief? Nee, het ging het algemeen over. Het was een opvolging, soort van regeert de leugen programma. Ja. En dat wilden ze ook een beetje doen op dezelfde basis als dat VARA-programma. Bij een andere omroep overigens. Maar dat vind ik dan wel heel interessant om dan te zien dat er aanvankelijk interesse is. Er wordt uitgebreid met je gesproken. Een deel van je tijd wordt geconsumeerd door een producer die aangenaam komt praten. En dan blijkt het op niks uit te lopen. Omdat dan toch zo'n hoofdredacteur denkt, ja, welke risico's loop ik met een kritisch geluid? Word ik daarmee geassocieerd? Ja. En ik denk dat heel erg belangrijk in de media, veel belangrijker dan dat ooit is geweest, is het feit dat er steeds minder ruimte komt voor eigenzinnigheid. Voor mensen die een beetje de dwarsdenkers, die zijn niet vreselijk geliefd meer. Omdat vaak de mensen die daarover moeten beslissen. En zelfs bij de publieke omroep, bij de commerciële omroepen, zoals de grote kranten, kun je dat nog voorstellen. Daar speelt de eigendomsstructuur toch nog steeds een heel belangrijke rol. Hè? De meeste grote Nederlandse kranten zijn in handen van twee Belgische miljonairs die dicht tegen de Europese Commissie aanzitten. En die hebben er geen belang bij dat daar allerlei kritische geluiden worden gehoord die volstrekt deden. Dat hebben we tijdens die coronaperiode ook gezien. Die hadden er geen belang bij dat mensen vragen stelden bij het dominante beleid. Bedoel, gaat dat zo ver door? Dat ik lees, jij en ik lees het NRC al decennia lang. Ja. En we lezen ook de opiniepagina's. Is het zo dat jouw artikelen en mijn artikelen komen nu niet meer binnen? We hebben het zelf opgeschreven. Is dat zo dat de basis daarvoor ligt bij die uitgevers in Brussel? Ik weet het niet, dat speelt een rol. Hè? Want een van de filters in de media is natuurlijk altijd wie zijn de eigenaren. En hoe afhankelijk zijn ze van inkomsten. Met name de afhankelijkheid van reclame. Ja. Daar praat tegenwoordig niemand meer over. Maar een groot deel van de krantinkomsten zijn toch nog steeds de grote adverteerders. Ja. En dus je wilt, die horen allemaal bij het systeem, zeg maar. Dus je wilt niet iemand in die krant hebben die roept, zouden we het kapitalisme eens moeten opblazen. Nee. Dus, maar je kan je voorstellen dat als we een meer gezonde debatcultuur zouden hebben. Ja. Hè? Dit is een hele grote oorlog. Het is een heel groot ding. Ja. Dat we gewoon een aantal critici in het NRC, de Volkskrant en Trouw zouden vragen. Dames en heren, geeft u uw positie maar eens en legt u maar eens uit waarom we een ander beleid zouden moeten voeren. Ja, maar weet je wat toch een aardige dimensie daarin is? Ik heb tijdens de coronaperiode vele malen geprobeerd om Nederlandse geleerden die het beleid van de overheid volledig steunden, te laten discussiëren met mensen die daar heel anders over dachten. Geleerden van hun formaat, dus niet zomaar jochie van de straat, maar geleerden van groot formaat, die een volstrekt andere opvatting hadden over het messenger-RNA. Virologen, immunologen van grote klassen, internationale klassen. En op een gegeven moment werd tegen mij gezegd, wat u niet helemaal goed begrijpt, is dat natuurlijk weten wij wel dat in de wetenschap gediscussieerd moet worden. En dat het nooit eenduidig kan zijn in de wetenschap. En dat we altijd vragen moeten stellen. Maar dit zou mensen zo geweldig verontrusten. Je moet zich voorstellen dat je net bent gevaccineerd. En dan is er een op één programma waarin een grote wereldbefaamde immunoloog zegt, ik geloof niet dat dat een verstandig idee is. Nee, ja, daar kan ik me nog voorstellen. Toen dacht ik ook, het is een slecht argument. Nee, maar ik kan me er nog bij voorstellen. Ja. Maar op het moment dat je zegt, want je bent geïnjecteerd, maar als het gaat over de lockdowns,
hadden we toch een discussie moeten hebben. Ja. Is het nu wel echt verstandig om alle scholen te sluiten? Ja. Alle cafés, theaters, ja, et cetera, te sluiten. En niet voor één dag, ja, maar voor maanden en, ja, maanden. Ja. Ja, dan werd gezegd, ja, maar als je dan tegen het dominante regeringsbeleid ingaat, dan ontstaat er zoveel onrust en zoveel onzekerheid. Ja. Je moet gewoon, zoals de hoofdredacteur van de Volkskrant op een bepaald moment ook zegt, het is een oorlogssituatie, de neuzen allemaal in dezelfde richting. Ja. En dat gebeurt. Dat is voor mij wel, zowel in het coronanarratief als nu in het Oekraïne-narratief, toch wel schokkend om vast, ja, te stellen dat er zoiets is als een meester in media en dat de onderlinge discussie daarin, het, ja, debat daarin, ja, eigenlijk niet, althans op cruciale punten, ja, niet bestaan. Binnen de krijtlijn, ja, een beetje. En wat het grootste probleem eigenlijk is, als dat nou een samenswering zou zijn, dan zou je ermee kunnen omgaan. Als je zegt, de hoofdredacteur en allerlei andere politici, die zitten op een dag op een geheim kasteeltje met elkaar en die bedenken dat het zo moet. Hmm. Maar dat hoeft niet eens. Dat hoefde ook niet tijdens de Irak-invasie van de Verenigde Staten. Dat was niet de hoofdredacteuren van de New York Times even met de FBI en met het Pentagon samen zaten ergens in een bunker en besloten dat dit een nieuwsberichtgeving moest zijn. Nee, dat gebeurde vanzelfsprekend. Ja, ja. Dat gebeurde vanwege, ja, ja, de kracht van een ideologische consensus. Het met elkaar eens zijn op fundamentele punten. En als ook in die coronacrisis werd uitgegaan, werd geredeneerd steeds vanuit een fundamenteel geloof, dat bijna religieus werd beleden. Dogmatisch, zeer dogmatisch. Ja. En vanuit dat dogma werd gezegd, ja, het is ook niet mogelijk dat mensen daar anders over denken. Dat was natuurlijk in de ouderwetse kerk was dat ook zo. En dan werd je op de brandstapel getild. Ja. Als je tegen het dogma inging. Ja. Het enige wat er dan nog bij kwam was, we hebben een dogma. Dat is het fundamentele geloof. Het fundamentele geloof is, zoals ik eerder heb gezegd, wat mij betreft toch het anticommunisme. Ja. En we moeten dat dan moreel rechtvaardigen. En we rechtvaardigen dat met een opdeling in de wereld van de goeden en de kwaden. En dan is het toch wat prettiger dat je 's ochtends in de spiegel kijkt en kunt constateren dat jij tot de goede behoort. In ieder geval ook tot een gemeenschap van de goede, ja. Nu nog even een hele specifieke groep. Want ik heb in dat hele Rusland-Oekraïne debat. En dat gaat eigenlijk over de Ruslanddeskundigen. Ja. Je kan, ja, zeggen, nou ja, ik begrijp best, ja, wel een heleboel gewone mensen denken. Wat moet ik erover denken? Ja. Je merkt dat gewone journalisten eigenlijk helemaal niet op de hoogte zijn. Je merkt dat politici daar achteraan rennen. Maar er is een bepaalde groep, ja, mensen, ja, dat zijn de Ruslanddeskundigen, ja, die daar voor een deel jarenlang gewoond, ja, hebben, die, ja, heel goed weten wat er is. Ja. En daar heb je het gevoel, een aantal van die mensen ken ik ook, ik heb het gevoel dat ze altijd een soort zware ideologische oorlog met het Kremlin vechten. Al ja, vanuit de Koude, ja, Oorlog. Ja. Ja. En nooit zijn opgehouden. Nee. Gorbatsjov was dan, ja, dat was dan nog wel een aardige man, dus we houden even onze mond. Maar dus toen, ja, nee, daarna ging het weer, ja, ja, ging het weer los. Ja, ja. Is dat ook niet, hoe moeten we die ideologische strijd van die Ruslanddeskundigen, die zeer belangrijk zijn, ja, in het debat, hè, ja, in het NRC, in de Volkskrant, bij de NOS ook, bij de RTL. Die zijn volgens mij ook bepalend. Ja. Dus een clubje mensen, enkele tientallen, die dat ziet. Ja, maar die hadden dus juist, zeg maar, aan een kritisch debat moeten deelnemen. Ja. En die hadden ook veel meer vragen moeten stellen. En veel meer nuances moeten aanbrengen. En een historische context moeten aanbrengen. Omdat ze daarvan wisten. Die wisten veel meer dan de niet-Rusland kennen. Ja. Die kenden Rusland ook beter. Want die wisten ook wat daar de afgelopen 40, 50 jaar gebeurd is. En wat ik dus... Ja, het is gewoon geweldig teleurstellend dat die groep niet het lef heeft gehad. Is het het lef, maar is het ook dat ze bij wijze van spreken... U bij Smeets van het NRC, ja, is wat mij betreft eigenlijk bijna het soort symbool daarvan. Hij is ook de man die ramen op Rusland... Hij heeft een Russische vrouw, ik ken hem persoonlijk ook. En ik denk, waar ben jij voortdurend, ja, mee bezig? Overigens is die ook ooit communist geweest, ja, en nu anticommunist. Ja, dat is natuurlijk, dat zijn de ergste natuurlijk, hè? De renegaten. Die zijn het felste tegen het gedachtegoed wat ze ooit vertegenwoordigd hebben. Ja, je hebt wel bij een aantal van die mensen, ja, het gevoel, ja, Poetin, dat is de duivel zelf, die moeten we uitdrijven. Ja, ja. Nou ja, de vraag is, weet ik natuurlijk ook geen antwoord op heb. Waarom iemand als Smeets, naar mijn gevoel, beter weet,
Ja, dan niet zou het beter moeten weten. Zou beter moeten weten. Hij weet waarschijnlijk ook beter. En als dat zo is, dan vind ik het een nog groter probleem. Het grootste probleem is natuurlijk voor mensen die eigenlijk zelf wel weten dat je beter kunt en dat het genuanceerder is en dat het ingewikkelder is en dat er meer kanten aan het probleem zitten. Ja. En die toch gevangen zijn in dat consensusdenken. En vanwege wat voor overwegingen, ideële overwegingen, misschien ook carrière, reputatie overwegingen, toch besluiten om zich daar niet over uit te spreken. Ja, dat is nog, ik bedoel, dat geeft nog het idee dat zij volgen, maar het is zelfs zo dat zij in die ideologische oorlog voor een deel leiden. Ja. Met andere woorden, leiding geven. Ja. Zeggen gewoon, nee, dat is niet neutraal gebied. Dat is bezet gebied. Ja. En wij zijn bezig met de bevrijding. Ja. Allemaal wordt daar. Hè? Ja. Ja. Dat is... die deskundigen spelen inderdaad een grote rol. Nog even, wil je iets zeggen over de alternatieve media nog? Ja, het is natuurlijk een zegen dat die er zijn. Ja. En ik vind het ook heel erg verheugend dat er steeds meer zijn. En dat er ook steeds meer, zeg maar, deskundigheid is in de alternatieve platformen. Ja, ja. Er zijn ongetwijfeld een paar platforms waarvan je misschien moet zeggen, nou ja. Maar het is een groot goed, zeker voor de mensen die hun verhaal niet meer kwijt kunnen in Op 1. Nee. Om bij Be Informed Media van Nico Sloot wat te kunnen zeggen. En bij Ab Gieteling wat te kunnen zeggen. En bij de andere kant wat te kunnen zeggen. En bij Blackbox Televisie wat te kunnen zeggen. Ja. Ik denk alleen, het gevaar is natuurlijk dat... Kijk, het alternatief is mij dierbaar. Mijn eerste wetenschappelijk artikel in communicatiewetenschap in de 70 jaar ging over een alternative to news. En ik ben daarna ook meteen begonnen om intens samen te werken met het grootste alternatieve internationale persbureau, Interpress Service. En dat soort initiatieven draag ik. En de voormalige directeur van Interpress Service heeft nu zijn eigen alternatieve service, die heet Other News. En al die initiatieven draag ik een buitengewoon warm hart toe. Ook omdat ik denk dat voor veel van de mensen die graag wat kritischer zijn, of die, laten we zeggen, systeemkritiek hebben. Want dat is in de media altijd een groot probleem geweest. Je mocht over van alles kritisch zijn. Hè? Je mocht kritisch zijn over de boeken die verschenen. En over de sportwedstrijden. En over de Eurovisie Songfestival. Maar niet over het systeem waarin alles ingekaderd is. Daar werd, dat was misschien een beetje anders in de 60e jaren. Maar al snel in de 80e jaren verdween dat soort van kritiek. En dan krijg je ineens de mogelijkheid. Als je geneigd bent om te zeggen, ik ben het eigenlijk met paus Franciscus wel eens, wanneer hij het kapitalisme een dodelijk systeem noemt, en dat we dat kapitalisme niet vervangen door een alternatief, dan loopt het verkeerd af met de mensheid. Nou, dat vind ik mooi, en dan voel ik me ook gesteund, zeg maar, door een hele grote religieuze instelling. En dan citeer ik de Wereldraad van Kerken en andere clubs en de bevrijdingstheologen. En dan denk ik, ik ben dan wel blij dat mensen zoals ik en anderen de ruimte krijgen op de alternatieve platforms. Ja. Om toch mensen toe te spreken, met mensen te praten, die misschien wel al ongeveer hetzelfde denken. Maar het aardige is natuurlijk dat er mensen zijn die bepaalde problemen beter kunnen articuleren en in een context kunnen plaatsen. Ik hoor dus heel vaak, aardig dat u dat zei, ik had het ook al gedacht, maar ik wist niet precies hoe ik het moest verwoorden. Ja, dat is natuurlijk dat is heel erg belangrijk. Onze taak een beetje. Maar er is nog een ander onderwerp wat ik eens even nog toch wil neerleggen. Links. Ja. He, er is natuurlijk een soort sfeer van verwarring ook sinds de coronacrisis. Ja. Links en rechts bestaan niet meer. Je ziet ook hele wonderlijke combinaties, laten we wel wezen. Ja. Dat hele coronaconflict, maar je ziet het ook bij het Oekraïne-conflict. Wie staat er kritisch? Ja, dat loopt dwars door alle politieke gezinten in. Wat is er gebeurd in jouw visie met de progressief linkse kritische beweging? Die begon in de jaren 60. Hè, daar ben jij een van de representanten van. En die heeft tot begin van deze eeuw eigenlijk gelopen. En daarna is die lijkt verdwenen. Of hij heeft een invulling genomen, wat we dan links noemen. Ja. Waarvan je denkt, ja, maar links is toch niet tegen grondrechten. Ja. Links is toch niet voor oorlog. Nee.
Ik begrijp er geen ene moer meer van. Nee. Althans, ik begrijp het natuurlijk wel, maar ik zit met verbijstering te kijken. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Het grote probleem is van linkse bewegingen. Ja. En je ziet dat nu weer gebeuren in een progressieve beweging zoals het World Social Forum. Het enige groot internationale alternatief tegenover het Wereld Economisch Forum. Ja. Dat volstrekt uit elkaar valt. En dat valt uit elkaar door interne twisten en interne tegenstellingen. En dat hangt samen met het feit dat wij op de linkse flank van het politieke spectrum altijd meer bereid zijn geweest om met elkaar van gedachten te wisselen over, maar moet het zo wel? Kan het ook anders? Wat zijn de alternatieven? Ja. Het is gemakkelijk als je een coherent beeld hebt van hoe de samenleving in elkaar zit. Ja. En je gelooft daar met elkaar in. Dan is het gemakkelijk om te kijken. Op het Wereld Economisch Forum is er een algehele consensus dat het neoliberalisme deugt. Ja. Dat kapitalisme deugt. Er zijn wel vormen uitwassen van, daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. Maar in principe deugt dat allemaal. Ja. En dus dat steunen we allemaal. Aandeelhouderskapitalisme. Ja, precies, daar hoeven we. Ja, en Klaus Schwab te spreken. Ja, precies. En daar hoeven we geen discussie meer over te voeren. Nee. Maar dan binnen het Wereld Sociaal Forum begin je ineens discussie over diversiteit en heterogeniteit en over tegenstellingen en zo. Ja. En dan binnen de kortste keer hebben we vreselijke ruzies. Ik heb ooit een keer, misschien is dat in dat kader, dat vind ik altijd weer heel erg belangrijk om dat te realiseren. Ik ben ooit in contact geweest met iemand die veel te veel geld had. En die op een dag bedacht dat hij het geld wilde besteden aan een linkse telegraaf. En die vroeg mij en een paar van mijn makkers in die tijd, linkse makkers, of wij daar wat voor voelden. Mm-hmm. Nou, daar voelden we wel wat voor. Maar dat ging binnen de kortste keer, ging dat ten onder. We hadden een aardige redactie samengesteld. Maar het enige wat we voortdurend deden was elkaar bestrijden en elkaar bevechten. Mm-hmm. Omdat, weet je, als iemand zich misdadig gedraagt, is het voor een kant van de samenleving heel erg eenvoudig om te zeggen, nou, die sluiten we op en die sluiten we zo lang mogelijk op en we gooien de sleutel weg. Daar hoeven we niet meer over te discussiëren. Nee. Maar op het moment dat iemand een misdrijf pleegt, dan gaat de linkerkant van de samenleving zeggen, ja, maar je moet ook begrip hebben voor de context, je moet begrip hebben voor de omstandigheden. Ja. En misschien is rehabilitatie mogelijk en misschien is reclassering. Ja, maar dat was, dan valt de boel uiteen. Ja, maar zo praten wij, of zo zijn wij gegroeid. Ja, en ja. Ook in onze kritiek op het internationaal spel. Op dit moment lijkt links zich te associëren met een soort beweging. Ja. Ik bedoel, meneer Biden is voor de oorlog. Ja, en ja. Meneer Trump, daar heb je het gevoel van dat hij misschien daar nog wel tegen is. Ja, ja. Er zijn allerlei mensen die ook op links die zeggen deze oorlog moet gevochten worden. Ja, maar dan moet je weer zien dat Trump, als hij al tegen deze oorlog is, niet tegen oorlog is. Nee, maar niet zo lastig is die de Verenigde Staten wil uitsluiten. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp een kostbare conflict. Tuurlijk. Maar je komt tot hele rare. Ja. Als je kijkt wie is nou eigenlijk precies. Wie heeft kritiek op deze oorlog? Ja. Dan kom je bij mensen van links, bij mensen van midden, maar ook bij mensen van rechts en zelfs bij mensen van extreem rechts. Ja. Althans, zoals als dat dan genoemd wordt. Ja. Nee, en de verwarring is heel erg groot, want ik werd op een gegeven moment door een oud medewerker van mij erop gewezen dat ik op een extreem rechtse website werd genoemd als de enige betrouwbare wetenschapper in Nederland. En hij zegt, vind je dat leuk? We hebben je gezien met Wiebren van Hagen in een televisieprogramma. Ja, ik zei, maar ik heb die man alleen maar vragen gesteld. Flavio Pasquino had mij gevraagd om hem te interviewen. Ja. En dat heb ik gedaan. Nee, dan zit je meteen in een kamp. Dat is ook de ramp van wat er op dit moment gebeurt. Dat mensen snel in een niche worden geplaatst en daar ook niet meer uitkomen. Ja. Maar het meest zorgwekkende is natuurlijk dat we, als het gaat, jij noemde net het fundamentele rechten. Ik was onlangs bij een prijsuitreiking, mensenrechtenprijsuitreiking, onder meer aan Pieter Omtzigt. En na afloop zeiden wij tegen elkaar, is het niet merkwaardig dat er in Nederland voor van alles politieke partijen is, dat het Nederlands kabinet heeft besloten mensenrechten tot de kern van het politieke beleid te maken. Er is geen partij die zich bekommert om de rechten van de mens. Ja, nee. En dan denk ik, dan krijg je ook meteen weer een tegenstelling. Zodra je zegt, laten we een partij voor de rechten van de mens oprichten. Ja, dan zijn er allerlei mensen die zich een beetje links afficheren. Mensen die zich een beetje rechts afficheren. Die er allemaal bij willen horen. Omdat dat ook deugt. En omdat dat ook mooi is voor je reputatie. Mm-hmm. Mensenrechten te verdedigen. Maar zodra je er dan over gaat nadenken. Binnen welk kader, binnen welke maatschappij.
Binnen welke maatschappijvorming hebben de mensenrechten een kans op realisering? Ja, dan loop je meteen weer de verschillende richtingen uit. Tot slot nog een element waar ik zelf over liep na te denken. De Nobelprijs voor de Vrede. Een van de meest verbijsterende elementen die zich de afgelopen maanden voltrok, was eigenlijk dat er een groep ex-ministers, notabene ook topmensen uit het bestuur van de Europese Unie kwam, die zei, wij willen Zelensky voordragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Is dat niet een absurde stap? Ik bedoel, is het dan niet zo dat je zegt, ik kan me voorstellen dat je van Zelensky zegt dat je nog een bepaald soort associatie hebt. Maar je kan toch niet zeggen dat dit de man is die voor de vrede gaat. Nee. Dan ben je toch helemaal van het padje af. Ja. Nou ja, die prijs is natuurlijk ook ooit gegeven aan Kissinger. En dat was ook bepaald geen vredesapostel. Nee. Dus wat dat betreft is het niet echt helemaal vreemd als ze dat zouden doen. Maar ze hebben ooit in Zuid-Afrika werd er toch die dubbelprijs uitgegeven. Mandela en aan. De vertegenwoordiger van de apartheid. Ja. Maar daar kan je nog zeggen, ja, maar die hebben een historisch akkoord gesloten. Ja. Zelensky heeft helemaal geen historisch akkoord. Om ervoor te zorgen dat ze ook rondom dit conflict een historisch akkoord sluiten, zou ik zeggen, geef dan de Nobelprijs aan Poetin en aan Zelensky. Dat zou toch wel mooi zijn als die samen op het podium stonden. Dat lijkt me een goede oplossing, maar ik denk dat mensen dat een afschuwelijke gedachte vinden. Ja, ja. Goed. Hey, hartelijk dank voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Het was weer heel goed. Dankjewel.